Welkom en fijn dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. Wij hebben drie onderwerpen voor u. We beginnen met onze verslaggever Pim. Hij bezoekt mevrouw Van den Berk. Zij is lid geworden in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor haar vrijwilligerswerk. Vooral in de zorg. Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Zeker ook door onze majesteit koning Willem-Alexander. Die heeft heel wat mensen in Nederland een lintje gegeven. Lid in de orde van Oranje Nassau. Is ook iemand geworden in Overvecht. We gaan met haar in gesprek. Mevrouw Van den Berk, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe oud bent u? 75. Hoe lang woont u al in Overvecht? Vanaf 66 geloof ik, 1966. Een van de eerste bewoners? Jazeker. U heeft dus op Koningsdag dat lintje gekregen met een smoes. Mijn kleindochter belde op en toen zei ze, oma, ik heb een musicalfeest van school. En er zijn 5 scholen uitgenodigd. Dit was de bus, die werd in de stad. Waarom heeft u de koninklijke onderscheiding gekregen? Nou, omdat ik vrijwilligerswerk doe in de Hoogstraat. En ik heb bij de Zonnebloemen vrijwilligerswerk en bij de Thuis en Daklozen. Wat doet u als vrijwilliger bij de Hoogstraat? Ik ben in het restaurant als de mensen revalidanten naar beneden mogen. Als ze op punt staan om naar huis toe te gaan, om eten te geven. En de plaatsen aan te wijzen waar ze moeten gaan zitten. Is dat leuk voor werk? Zeker, anders doe ik het niet. 26 jaar, hè? Dan ging ik 's morgens om 7 uur op de fiets naar de Beeldstraat. En dan kwam de bus en die kwam ons halen. Dan hadden we koffie gemaakt en de boterhammen klaargemaakt. Dan gingen we naar bij Hooggraven, ik weet niet hoe het daar allemaal heet. En dan kregen ze een koffie en dan kregen ze 4 boterhammen met pindakaas of jam. En dan 's avonds was het van 9 tot 11. Dan kregen ze warme soep en als het zondags, als ik eens een keer zondagsdienst had, dan kregen ze gebakken eieren met spek. Dit is de bus. Dat was het zijstraatje bij de Beelsen, waar vroeger die bij het postkantoor, weet je wel, dat zijstraatje. En hier waren ze dus een weekendje, waren ze in Driebergen. Verslaafden op weekend. Ja, daar waren ze met z'n allen, dan kregen ze een ding. En dit was ook een vrijwilliger, nou die ging dan koffie zetten. Je had een taak, of je moest soep maken, of je moest... Dan kregen ze wat warms. Het is triest wat ze allemaal hebben meegemaakt, maar er is altijd nog een andere wereld. Je kan nog altijd verder. Hoe zou je die andere wereld omschrijven? Nou, je moet veel meer voor elkaar over hebben, vind ik. Tegenwoordig hebben ze niet zoveel voor elkaar over. Het is meer ik als jij. He, ik heb voor mijn moeder, ik heb me voor mijn vader gezorgd 12 jaar. Ik heb mijn moeder tot aan de 96 jaar verzorgd. Maar wij zijn thuis opgevoed. Als jij goed bent, dan doet een ander mens ook goed. Kijk, dat is mijn man dan. Die was ook, die was de chauffeur van de bus. Nou kijk, hier sta ik dan. Dan hadden ze een voetbaltoernooi hier op de, bij de afdrijf, bij de Birka, waar nu die huizen staan, bij de Veemarkt. Automaat. Daar was toen het voetbalveld en daar stonden, daar gingen ze thuis en daklozen tegen elkaar in een oud Amsterdam en weet ik, voetballen. Als u nou één geweldige anekdote mag noemen van al dat vrijwilligerswerk, dat u is bijgebleven, noem er eens één. Ja, de Hoogstraat. Vertel. Nou, dan word je hartelijk ontvangen door de mensen ook, joh. Toen ik dat lintje kreeg ook, ik werd met de rolls daarheen gebracht door mijn man. Of door de chef. Maar dan moet je kijken, ze vliegen je om je nek en dan is jij niet gefeliciteerd. En dat menen ze ook. En sommigen die kijken je aan en zeggen, nou ja. Daarom zeg ik, die poespas hoeft dan niet voor mij. Want ik voel van binnen wat ik goed doe. En mijn man die wou dat lintje, nou ja, oké, ik vind het leuk. Echt, ik meen het op dat hij het gedaan. Heel lief van hem. Want ik waardeer het heel erg, maar het komt van liefde en het hoeft niet zo op een paal te staan. En kijk, dus mevrouw Berk heb een lintje, want die heeft 35. Maar de Hoogstraat is voor mij hart en ziel. Echt. En als het kon, dan ging ik 3 keer in de week. Het kan wel, maar dat doe ik niet. Onze verslaggever Zenna neemt ons mee naar Zomer Ondernemer. Voor jongeren met een ondernemersambitie.
Jij hebt net een intakegesprek gevoerd. Ja, klopt ja. Waar ging het over? Over de zomerondernemer. Wij staan nu bij DOC 030, dromen ondernemen krachten bundelen voor ondernemende mensen om hier ideeën op te komen doen. Waarom doe je mee? Omdat ik mijn eigen bedrijfje wil op gaan starten en ben ik al een beetje mee bezig, maar ik denk dat ik nog heel veel kan leren. En wat voor bedrijf ga je starten? Een grafisch ontwerpbureau. Ik heb een onderneming in het bouwen van websites. Ja. En daar ben je ook mee begonnen? Ja, dat was ook mijn onderneming tijdens Zomerondernemer. Ik maakte zelf al sieraden en ik wilde graag verder daarmee. En ik stond eigenlijk al een tijdje stil en ik wilde gewoon graag verder. En ik wist niet zo goed hoe, ik was vrij jong. En toen zag ik dat dus voorbij komen op Facebook en toen zag ik dat als een mooie kans. Wat kunnen wij van het project Zomerondernemen verwachten? Ons motto is dromen, doen, netwerken. Het is een praktijkgericht traject. Duurt 6 weken. Gedurende de zomervakantie kunnen jongeren tussen de 15 en 23 jaar het ondernemerschap ervaren en hun eigen bedrijf opzetten. Hoe ben je begonnen met je eigen ondernemer? Voor Zomerondernemer heb ik 1 keer een website gebouwd voor een oud werkgever van mij. Hij was er erg tevreden mee. En sindsdien vond ik eigenlijk ik vond het leuk om websites te bouwen voor andere mensen. Dus ik ben daar verder mee gegaan. En toen net op dat moment kwam Zomerondernemer voorbij en heb ik besloten om me daarvoor in te schrijven. En me een zomer lang op het ondernemen te storten. En daar is mijn bedrijf uitgekomen. En waar moeten deze jongeren aan voldoen? Ja, een goed idee en gemotiveerd. Dus enthousiasme om een eigen bedrijf op te zetten. Het is vooral de binding met Utrecht. Dus of je studeert of woont in Utrecht of Zichtsevecht. Dat is eigenlijk een voorwaarde. Eigen bedrijf is vaak wel een droom van iemand. En wat wij willen doen en wat we willen realiseren met het project Zomeronderneming, die we trouwens vanuit DOC en vanuit de Versnelling in samenwerking met het Landelijk Initiatief hebben opgezet hier voor het eerst in Utrecht, om de jongeren tools mee te geven zodat ze kunnen nadenken over de droom die zij hebben, maar ook om er daar een goede start mee te maken en ook inzicht te krijgen wat nou de valkuilen zijn, wat erbij komt kijken en hoe je dat zou kunnen oplossen. Wat heb je allemaal geleerd van dit project? Ik heb vooral heel veel handvatten gekregen. Dus dat is voor mij echt het belangrijkste. Dat ik weet wie ik kan bellen als ik een probleem heb met de Belastingdienst. Of wie ik kan bellen als ik niet weet hoe het bij de bank werkt. Dus dat vind ik, dat is voor mij het fijnste geweest. We hebben heel veel fictieve bedrijven hebben een businessplan voor geschreven. En op die manier kan je heel makkelijk schakelen van, goh, als dit niet werkt, hoe ga je dan aan de slag? En we hebben op de tweede dag een guerrilla opdracht gedaan. Toen kregen we een startkapitaaltje van 10 euro. En daar moesten we binnen een uur 20 euro van maken. Dat leek in de eerste instantie op een hele grote uitdaging. Maar uiteindelijk zijn daar wel heel veel originele ideeën uitgekomen. Waar toch wel redelijk wat geld mee is verdiend. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen? Ik denk dat ik nog heel veel kan leren op het gebied van netwerken en klanten binnenhalen. Ik denk dat zo'n ondernemer mij daar goed mee kan helpen. En hoe lang duurt dit project? 6 weken. Maar gedurende het project word je ook gekoppeld aan een business buddy. En daar kun je ook nog na het traject heel veel gebruik van maken en wat aan hebben. En dat is ook weer het element netwerken. Dus ook de jongeren die meedoen. Ja, dat is een basisnetwerk zeg maar, waar je ook na het project nog echt heel erg gebruik van kunt maken. Hoe was de samenwerking met je business buddy? Ik heb bewust gekozen voor een ondernemer als business buddy, voor een ondernemerscoach en niet voor een programmeur of webdesigner. Vooral omdat ik voor webdesign en programmeren al genoeg kennissen had. Ja. Maar het ondernemen, dat is graag wat ik bij Zomerondernemer wou leren. Ja. Hij heeft mij wel geholpen met mijn pitch. Hij heeft mij geholpen met naar mijn businessplan kijken. Dat heeft hij ook opnieuw gedaan toen ik hem een tijdje terug mijn nieuwe businessplan heb gestuurd. En daar heeft hij mij ook gewoon goed mee geholpen. Goede feedback gegeven. Leuk vindt, het is gratis overigens. Het is een gratis project, dus dat is vrij uniek. En deelnemers ontvangen ook een klein startkapitaaltje. Wat ze kunnen inzetten bijvoorbeeld voor visitekaartjes maken of kleine dingen die ze nodig hebben. Tot slot neem ik jullie mee naar een expositie van mijn collega-verslaggever Leni. Zij exposeert in het Stephanushuis. Thank you.
We zagen op Facebook een aankondiging van de tentoonstelling en de plaatjes die erbij stonden, die spraken ons aan. We staan hier bij je expositie. Wat vind je er zelf van? Ontzettend leuk, want het hangt er allemaal leuk bij. Ze hebben het mooi opgehangen voor me. Ik was er wel bij, maar anderen hebben het voor me opgehangen. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Ik heb eerst 5 jaar in Italië gewoond en daarna, daar heb ik dan 3 keer geëxposeerd. 2005 zijn we teruggekomen en nu dus mijn eerste expositie in Nederland. Dit stuk hout, en dat heb ik uit Italië. Al het hout trouwens wat je hier ziet. Dit is mijn eerste experiment op hout. Dus ik heb eerst iets op doek geschilderd en toen dacht ik, hey, dat stuk hout vond ik zo mooi, lag in de vullis ergens met takken eroverheen, lekker uitgetrokken, laten drogen. En toen dacht ik, ja, dat vind ik zo'n mooi stuk hout. Dus heb ik dus dat schilderij, heb ik er dus opgeplakt in feite. En als je hier ziet, een prachtige, mooie Afrikaanse mens, maar ondertussen zit zij wel met een groot geweer in de handen. Dat is echt voor de verdediging, was echt in die tijd van de oorlog, wat nog steeds eigenlijk is daar in Afrika. Ik heb zelf ook schilderles, dus als er iets met schilderen voorbij komt wat een beetje anders is dan anders, en dat is met name nu wat op het houten panelen gebeurd is, dan denk ik, oh, dat wil ik wel eens in het echt zien. En wij hebben veel dezelfde interesses, dus we dachten, kom, we gaan eventjes kijken. Dat meisje uit Afghanistan met de mooie ogen, zoals veel mensen dat wel weten. En dan naast jou Leo. Dat is mijn pa. Dat is mijn pa in zijn jonge jaren, ja. Dus dat is ook allemaal nieuw. Maar dit is mijn moeder. Die is ook pas nieuw. En mijn ei. Dat is een struisvogel-ei. En die had ik beschilderd. En het Pasen en zo. Ik denk, nou, leuk, ei. En toen hoorde ik van dat je kon exposeren hier bij Simic Theater. En toen dacht ik, oh, dat is leuk op dat stuk hout. Dus ik zet hem erop en ik zet hem te hard op. Dus dat ei was gewoon kapot. Mm-hmm. Nou, wat doe je met een kapot ei? Meestal gooi je hem weg, maar ik dus niet. Dus ik ben zo bezig geweest met kralen. En is dit uitgekomen. Ik denk, ja, maar dat vind ik zonde. Want ik hou er wel van iets wat eigenlijk weggegooid hoort te worden. Of niet meer gebruikt wordt. Om daar dan toch weer een nieuw jasje in te steken. Nou, dan is dit uitgekomen. Kom je er nou op om zoiets te maken? Ik had nog zoveel boeken. Dat ik dacht van, nou, ik kan ze wegbrengen. Maar ik kan ze ook nog eens een keer doorbladeren. En er stonden ook foto's in. En ik dacht van, hey, dat zijn mooie plaatjes. Die scheur ik dan uit het boek. En dat bewaar ik. En dan ga ik schilderen. En deze dame zat erbij. Deze Berberse vrouw die bij een bruiloft aanwezig was. En dat is hetzelfde met dat andere schilderij. Een plaatje moet me wel pakken. Als het me niet pakt, dan laat het maar, want er komt er ook niks uit mijn handen. Dus dan, maar dan heb ik het ook, de sommigen gaan dan heel snel. Dan zit ik daar zo in, dan wil ik niet eten, dan maak ik ook geen pauze, maar dan ga ik door. Want dan zit ik in de flow, snap je? Je doet het al heel lang. En het inspireert mij ook, vooral als ik naar deze doeken kijk. Het is gewoon allemaal ook waar gebeurd. Het zijn gewoon mensen die dit gewoon in Afrika meemaken elke dag. Ja, ik vind het gewoon heel knap wat er allemaal in mijn moeder de handjes zit en in de ziel. Echt heel knap. Dit schilderij is ook wel een leuk verhaal. Dit stuk hout, dat heeft mijn zoon toen hij in Italië was, Tom. Heeft hij dat voor me uit de rotsen gehaald uit de zee. En dat is loeizwaar, dat is haast niet te tillen, dus kan je nagaan. Dat heeft je dus echt uit moeten vriemelen voor me. Dan helemaal meenemen naar het huis waar ik toen woonde. Nou, goed laten drogen. En heb ik dan ook met doek en dan erop gemaakt en dan eroverheen geschilderd nog met olieverf. En het leuke is, er zit een gat in, dat vind ik toch wel zo grappig. Dat vind ik dan leuk, ja. Vandaag waren in ieder geval veel leuke mensen, waaronder vrienden en familie. Daar was ik heel blij mee, ja. Dus voor jou een goede dag. Oh, zeker. Dit was het dan weer voor deze week. En ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Heeft u een vraag of heeft u misschien een tip? Dan kunt u mailen naar overveg@uindewijk.nl. Wilt u deze leuke filmpjes nogmaals bekijken? Ga dan naar www.uindewijk.nl.
www.uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.